Paulien, jij hebt een nieuw schoolvriendinnetje, een meisje uit Syrië. Gisteren was je voor het eerst bij haar bezoek en toen nodigde haar moeder jou en je ouders uit om volgende week traditioneel Syrisch te komen eten ter ere van hun net verkregen verblijfsvergunning. Stefan, jij bent de vader van Paulien en een boos man sinds jij een half jaar geleden je baan verloor. Paulien, jij vertelt over de uitnodiging terwijl jullie de frieten eten die Stefan altijd haalt als je moeder niet thuis is. Zo, nou. Hij is makkelijk. Heb ik je al verteld over mijn nieuwe vriendin van school? Rayan. Nee, dat is niet verteld. Ja, echt een superlief meisje. En ze komt uit Syrië. En is ze alleen of is ze met haar vader en moeder? Of, Ja, en haar broertje. En haar broertje? Ja, echt een superleuke familie. En ze hebben gezegd dat we bij haar thuis mogen gaan eten. Syrisch. Syrisch? Ja. Wat is dat, shawarma of zo? Een stukje kip? Of wat gaan we dan eten met kruiden? Ik ken die mensen helemaal niet. Hoezo gaan ze me dan uitnodigen om te eten? Ja, ze hebben juist hun vergunning gekregen om te blijven. Dus ze... Een vergunning om te blijven? Ja. Met z'n vieren zijn ze? Ja. Er zijn weer vier nieuwe Nederlanders erbij, als het ware. Ze gaan niet meer terug? Nee. Maar waarom niet? Iemand die... Ja? Omdat ze hier gelukkig zijn. Oh ja, nee, dan begrijp ik dat ze hier gelukkig zijn. Die man kan een beetje mijn baan inpikken, want daar komt het natuurlijk op neer. Ik ben mijn baan kwijt en er komen dan mensen uit Syrië of uit andere landen, ja, die dan zogenaamd de vluchteling zijn. En die komen hier dan een beetje mee eten en we krijgen allemaal geld om eten te kopen. Die krijgen bed en bad en brood en hoe heet het allemaal. Dat je baan kwijt bent, dat is echt je eigen schuld, hè? Oh, is het mijn schuld? Ja. Oh ja, na zoveel jaar dat ik daar gewerkt heb, word ik er zomaar eens even uitgeknikkerd. En dan komt er zo'n Syrische familie, die komt hier een beetje aan de deur lopen kloppen. En een beetje zielig doen met twee van die kindjes en een moeder die met zijn doekie. En dan op een gegeven moment neemt die vader mijn baan in. Dan begrijp je toch wel dat ik er kwaad over ben? En dan gaan ze me ook nog, als klap op de vuurpijl, gaan ze zeggen, kom dan maar bij me eten. Vind je dat niet heel gemeen? Nee. Ik ga toch ook niet zomaar iemand uitnodigen en zeggen, kom maar eten. Er zit iets achter. Er moet niet altijd iets achter zitten, hè. Ze willen vriendelijk doen, ze zijn blij, want ze mogen juist hier blijven. Ja, tuurlijk. Nou, dat zeg ik. Dank je de koekoek dat ze blij zijn. Ze hebben hier alles. Alles. Krijgen ze zomaar in schoot geworpen. Ik snap het probleem niet. Waarom wil je niet gewoon gaan? Het hoeft niet lang te duren. Gewoon een uurtje of een uur en een half. Of... Zeg dan eens eventjes waarom ik daarheen zou moeten gaan. Omdat Rayan mijn eerste en mijn enigste vriendin is. En ze is heel lief. In de pauze deelt ze haar koekje. Dat heeft nog nooit iemand gedaan voor mij. Heb je dan niet zoveel vriendinnetjes op school? Nee. En kan je met haar alles delen? Ja, ze is echt heel lief en leuk. Ik wist niet dat het zoveel voor jou betekende. Het spijt me dat ik dat zo stomzinnig deed. Spijt me. Maar begrijp je dat ik ook een beetje gefrustreerd ben omdat ik mijn baan kwijt ben? Ik ben een beetje een boze man van ben geworden. En ik vind het eigenlijk heel erg mooi als jij dan begint te huilen omdat je haar zo lief vindt. Dat was ik een beetje kwijt. Mensen lief vinden. Heel goed hoor. Oké, tot hier. Ik heb iets mee.